Oké, ik ga met jullie nu mijn bureaublad delen. Ik wil even checken bij jullie. Zien jullie nu de eerste pagina van de presentatie? Ja. Ja? Oké, prima. Goed zo. Goed, nou, de leerdoelen. En zoals ik al zei, handig kunnen werken met verhoudingen en formules. En dan zijn er een paar dingen die je uit je hoofd moet gaan kennen. Dat is het tweede leerdoel. Het verband tussen een schaalfactor k en de oppervlakte, het volume en de massa van een voorwerp. Dus we gaan straks twee voorwerpen bekijken. Die zijn qua vorm precies hetzelfde, maar de ene is bijvoorbeeld 3 keer groter dan de ander in alle richtingen. En dan is de vraag, wat is er met de massa van het grotere voorwerp aan de hand? Hoeveel keer groter is dat dan? En het volume en de oppervlakte. En dat zijn verbanden die je dus in je hoofd moet hebben zitten. En dan heb ik een aantal oefeningen erbij bedacht, zoals je ziet. We gaan heel simpel beginnen met wat wiskundige vaardigheden. Dan gaan we een ruimtesonde bekijken. Dat is een examensom en vogelonderzoek ook. Die is wat recenter uit 2016. En dan wil ik je nog laten zien dat die dingen die wij dan hier ontdekken, dat die in de biologie ook terugkeren. De Bergmansregel. Dat verband, dat blijkt dus ook te bestaan als we zoogdieren gaan onderzoeken. En dan wil ik je laten zien, dat vond ik persoonlijk toch wel interessant, die overlap tussen natuurkunde en biologie. Oké, de eerste oefening. Laten we zeggen, de letter A zou je moeten berekenen via de formule B gedeeld door C. Dus je krijgt twee getallen B en C en dan is de vraag bereken A. Nou, dan vul je dat in en dan komt er een uitkomst uit. Maar stel je voor, je krijgt nu twee nieuwe getallen B en C en die zijn op de volgende manier veranderd. B is 2 keer groter en C is 4 keer groter geworden. Ja, hoeveel keer groter is dan A geworden? Voordat ik ga vertellen hoe je zoiets zou kunnen bekijken, wil ik eens van jullie horen. Dus we gaan niet met getallen werken. Je weet niks van A, B en C, hoe groot ze zijn. Je weet alleen hoeveel ze veranderd zijn. Dus B is 2 keer groter en C is 4 keer groter. Wat is dat netto resultaat op A dan? Moeten we in de chat antwoorden. Wat zeg je, Leila? Moeten we in de chat antwoorden? Nee hoor, roep maar nu gewoon zo. Als je denkt dat je het weet, roep maar. Dan kan ik daar gelijk op reageren en delen met de klas. Ik denk 2 keer kleiner. Jij denkt 2 keer kleiner. En waarom? Omdat B wordt 2 keer groter, maar C wordt ook 4 keer groter. En dan is het soort van 1 op 2. Ja, dus de noemer waar C staat, die wint eigenlijk, hè? Je gaat dus netto delen door een groter getal. Je zou op de plek van B en C gewoon die factoren 2 en 4 kunnen invullen. En dan staat daar netto factor 2 vierde en dat is 1 tweede. Dus dan kun je zeggen, op twee manieren. Of je zegt A wordt dan 1/2 keer groter, maar dat is eigenlijk kleiner. Dus dan mag je ook zeggen A wordt 2 keer kleiner. Nou, als je denkt van, hè, wat is dit nu allemaal, dan moet je nu even roepen. Dus je kunt zeggen, of 1/2 keer groter, of je zegt 2 keer kleiner. Ja? Oké, ja, ik hoor geen vragen, dan gaan we naar de volgende. De formule voor A is wat ingewikkelder. B kwadraat gedeeld door C tot de derde. Nou, wat je hebt geleerd van de eerste oefening is dus dat je die factor waarmee B en C gaan veranderen, dat je die gewoon mag invullen op de plek van die B en de C in de formule. Dus wat wordt dat dan in de tweede oefening? B wordt 4 keer groter en C wordt 2 keer kleiner ingevuld. Wat gaat dat voor A betekenen? 2 keer groter. Duk zegt 2 keer groter. Hoe ben je daaraan gekomen? 4 kwadraat is 16... 2 kubiek is 8, 16 gedeeld door 8 is 2. Ja, inderdaad, heel goed. Die factor van B wordt ingevuld op de plek van B. En dat kwadraat blijft gewoon staan. Die gaat ook werken op de 4. Dus de teller is 16 keer groter geworden. De noemer is 2 tot de derde, oftewel 8 groter geworden. En 16 gedeeld door 8 is 2 keer. Dus hier is het antwoord. 2 keer is hij groter geworden. Zo zou het moeten zijn dan.
Nou, en dan de laatste. A is B gedeeld door wortel C. En B gaat 2 keer kleiner worden en C wordt 4 keer kleiner. Wat gebeurt er met A? Net zoals in de twee voorgaande oefeningen. Wat blijft het hetzelfde? Ja, inderdaad. Goed gezien. Je mag die factor waarmee die B en C veranderen gewoon invullen op de plek van B en C. Dus hier in de teller staat 2. En in de noemer staat wortel 4 is ook 2. En 2 gedeeld door 2 is 1. En dat was Rohan, denk ik, die ik hoorde net. Ja. Ja, heel goed. Dus A die blijft gelijk. Zo. A blijft gelijk in deze oefening. Zijn er vragen, jongens, voordat we doorgaan? Nee? Oké. Okay. Dus wat hebben we hier nou uit geleerd? Om samen te vatten, die factor waarmee die variabelen veranderen, die kun je dus invullen op de plek van die variabelen. En dan laat je de formule gewoon zijn werk doen op die factoren. Gaan we eens kijken naar de volgende oefening, de ruimtesonde. Nou, om de aarde cirkelt een ruimtesonde, een satelliet, op een bepaalde hoogte, oftewel een baanstraal heeft die ten opzichte van het middelpunt. Grote m is massa aarde, kleine m is massa van die satelliet. En in de vierde klas heb je geleerd in zo'n cirkelbaan dat de middelpuntzoekende kracht de gravitatiekracht is. Dus de kracht die de satelliet binnen in de baan houdt, die hem steeds naar binnen probeert om te buigen, wordt gevormd door de aantrekkingskracht van de aarde op de satelliet. En dan in de tweede regel komt dan de formule te staan van die twee krachten. Die kunnen we gewoon opzoeken in de BINAS. Dan kan ik kleine m wegstrepen, want die staat links en rechts van het is-teken. Er staat een uitdrukking voor v². R kan ik trouwens ook nog wat vereenvoudigen, zoals je ziet. En dan wortel trekken. Gm gedeeld door r. Wortel erover. Dat is de snelheid van de satelliet bij die ene baanstraal. En je ziet dat de massa van de satelliet er niet toe doet. Want het is de massa van de aarde die is overgebleven. En dat wil weer zeggen dat als je een andere satelliet op exact diezelfde baanstraal gaat zetten, dat ze dezelfde snelheid zullen krijgen. En dat betekent dat ze elkaar niet gaan inhalen. Dus ze zullen elkaar niet botsen. Dus dat zit wel veilig. En dit is een voorbeeldje van hoe jij je inzicht moet kunnen tonen in hoe zo'n formule nu precies werkt. Dat is ook iets wat je in hoofdstuk 14 gaat leren. Stel je voor, ik beschrijf hier een situatie. Die ruimtesonde is per ongeluk in een te hoge baan terechtgekomen, waardoor de metingen onnauwkeurig zijn geworden. Die satelliet moet bijvoorbeeld het klimaat bestuderen, dus die meet temperatuur of de wolken worden gevolgd. Wat willen we nu eigenlijk? Nou, dat die baanstraal van de zonde 20% kleiner wordt. Dus hij is te hoog en hij moet 20% een kleinere baanstraal krijgen. En dan is de vraag nu, We gaan dat aanpassen, die baanstraal, door de snelheid aan te passen. Maar wat moet er nu met die snelheid gebeuren? Moet die satelliet sneller gaan vliegen of langzamer gaan vliegen om lager uit te komen? En ten tweede, hoeveel procent sneller of langzamer is dat dan? Dus deze vraag is ingedeeld in twee stuks. Eerst uitzoeken, moet die satelliet sneller of langzamer gaan? En ten tweede, hoeveel procent is dat dan? Nou, laten we eens kijken naar hoe die formule nou precies werkt. Als ik hier een hele grote R ga invullen, dan ga ik delen door een groot getal. En deze G en M zijn constantes. Het resultaat van een grote R betekent een kleine v. Dus ga je langzamer vliegen, dan krijg je daar een grotere R bij. En dat is precies niet wat we nodig hebben. Want die baanstraal moet kleiner worden. Ja.
Zou je de formule kunnen omschrijven dat je dus die R en die V kwadraat omwisselt? Ja hoor, prima. En dan 1/5 invullen bij de R. Ja, inderdaad. Je kunt bijvoorbeeld vanuit deze formule werken. En dan zeg je R is GM gedeeld door V kwadraat. En je wilt een kleinere R, dat betekent dat je een grotere V moet hebben. Ja hoor, prima. Ja. Dus die optie van Rohan mag ook. Dus ik weet in ieder geval, we moeten sneller gaan. Zo. De snelheid moet toenemen en dan gaat de straal kleiner worden. En nou, met hoeveel procent moet dat dan gebeuren? Welke factor is dat dan die op R werkt als die 20% kleiner moet worden? Welke factor is er dan op R gezet? Dus je vermenigvuldigt met iets waardoor de uitkomst op R 20% lager is uitgekomen. Is het 5? Nee. Die factor is... Nou, zeg het maar. Als ik nou dit zeg, jongens, dan is hij toch 20% lager uitgekomen. Dat ziet er zo onlogisch uit. Maar moet je er dan van uitgaan dat hij eerst 100% was? Ja, dat wilde ik net zeggen, Joel. Eerst zeg jij, eerst was de R op de 100% waarde. Ik moet naar de 80% waarde. Ja, dat betekent dat ik de oorspronkelijke R met 0,80 moet vermenigvuldigen. Okay. En dan is die uitkomst, mijn nieuwe R, laat ik zeggen R nieuw, is dan 20% kleiner geworden. Ja? Dus de R heeft een factor van 0,80. Welke factor is dat dan op V? Kijk goed hoe die roze formule werkt. Wat hebben we net geleerd? Je mag die factor waarmee het verandert, dat selecteer ik hier eventjes, dit hier. Die mag je invullen op de plek van die variabele R. En wat moet je met G en M? Ja, die zijn onveranderd. Welke factor is, heeft dat dan? Is een factor 1, toch? Als iets niet verandert, dan is het vermenigvuldigd met 1. Dus uiteindelijk staat hier nu 1 gedeeld door 0,8. En je moet de hele formule laten werken, dus daar komt ook nog een wortel overheen. Dus de berekening die ik maak is nu 1 gedeeld door wortel van 0,80. Zo. Nou, wacht, voor de duidelijkheid zet ik die wortel eventjes over alles. Want zo staat het ook in de formule. Doe het gewoon zo. Wortel van 1 gedeeld door 0,80. Ja, die 1 is de factor van G en M. Ze zijn onveranderd. En die 0,80 is de factor op R. En dan komt daaruit 1,11. Dat is de factor op V. Maar hoeveel procent is dat dan in toename? 11%. Inderdaad, jongens. 11%. Zo. Dat is mijn antwoord. Dat was Nadine, denk ik, die dat zei. De snelheid moet 11% toenemen. Dan betekent dat de factor 1,11 is. Dat betekent dat de factor op de R 0,80 is. En dat betekent dat de R 20% lager gaat worden. Dat is het hele verhaal. Ik denk dat je nu wel een beetje het gevoel krijgt wat er nu in hoofdstuk 14 van jou wordt verwacht. Hè? Dus goed inzicht gaan krijgen in hoe formules werken. Zijn er vragen voordat we doorgaan? Nee? Oké, gaan we door naar de volgende. Examen 2016 ging over vogelonderzoek. Dit was de vraag. Een 2 keer grotere vogel heeft een, nou, puntje puntje keer grotere massa en een puntje puntje keer grotere vleugeloppervlakte. En die puntje puntje, daar gaan we zo meteen over praten, want dat zijn die dingen, met dat ene leerdoel, die je uit je hoofd moet weten. Dat had je bij deze examensom dus nodig. Dan werd er gegeven dat de vliegsnelheid
van die grotere vogel op deze manier afhangt. Nou, eigenlijk van de vliegsnelheid hangt bij vogels af op deze manier van zijn massa en van zijn vleugeloppervlak. Wortel m gedeeld door a. Je ziet hier een nieuwe soort notatie evenredig. Dus die is verdwenen. En zo'n evenredigheidsnotatie betekent hoe hangt die v nu af van de m en de a. Nou, op deze manier. Dus als je m en a invult met getalwaardes, betekent het in deze notatie niet dat dat de daadwerkelijke grootte van de snelheid is. Het is alleen de factor op die snelheid die je op deze manier uitrekent met deze notatie. Oké, we willen van die twee keer grotere vogel weten hoeveel keer sneller of langzamer hij vliegt. Dat is de vraag. Nou, dat kan ik jullie nu nog niet vragen, want je weet die puntjes nog niet. Dus ik laat je zien hoe je dat nu aanpakt. Dus we parkeren de vraag en we gaan even kijken naar die puntjes. Ik heb hier twee voorwerpen. Twee kubussen met ribben 1 en ribben 2. Dus de grote kubus is twee keer groter in alle drie de richtingen. Wat is er dan met de oppervlakte gebeurd? Hoeveel keer groter is die geworden? 4. De oppervlakte is 4 keer groter. Ja, dat is de oppervlakte van alle 6 de vlakken. Hè? Dus in de kleine kubus heb ik 6 vlakken van 1 bij 1. Oftewel, de oppervlakte is 6. In welke eenheid is niet gegeven? En ik heb in de grote kubus 6 vlakken van 2 bij 2. Dat is per stuk dus 4. En daar 6 van heb ik dus 24. En zoals je ziet, die factor tussen de kleine en de grote oppervlakte is inderdaad 4. Wat is er met het volume gebeurd? Als je die factor... 8 keer. Ja, die factor is 8. En voor de mensen die dat niet zo makkelijk zien, het volume van de kleine kubus is 1 keer 1 keer 1, oftewel 1. Volume grote kubus is 2 keer 2 keer 2, is 8. En die factor is 8. Wat is er met de massa gebeurd? Goed mee met het volume? Op dezelfde manier, Duk? Of meer of minder snel? Dat weet ik niet zeker. Met de ribben, ja. Nou kijk, dit laat ik even staan, want daar ga ik iets over vertellen. Hoe heb ik die 4 kunnen herkennen uit die 2? Kwadraat en kubiek. Inderdaad. Als ik die factor in het kwadraat doe, krijg ik daar 4 uit. En als ik het volume tot de derde doe, krijg ik daar de 8 uit. Dus hoe kan ik dit nu opschrijven? We zeggen dat die vormfactor k is 2. En dan zeg ik nu, oppervlakte a van area is evenredig met k kwadraat. En dat is een van de dingen dus die je in je hoofd moet hebben zitten. Oppervlakte is evenredig met k kwadraat. En k is die vormfactor. Hoeveel keer groter is het geworden? En dan in de tweede regel, nou die vormfactor is natuurlijk gewoon 2, hè? Die is hetzelfde gebleven. En dan zeg ik volume is evenredig met k tot de derde. En als ik nu een heel vervelend getal hier invul, de ribbe is 0,45 keer groter geworden. Ja, dan vul je dus hier gewoon 0,45 kwadraat in voor de factor op oppervlakte. En dit wordt 0,45 tot de derde. Nogmaals, 0,45 tot de derde is niet het nieuwe volume. Het is de factor die werkt op het volume. Dus als ik jou het nieuwe volume vraag, zal ik je ook moeten vertellen wat was het eerste volume dan. En dan kun je navermenigvuldigen met 0,45 tot de derde. En dan heb je het nieuwe volume, het grote volume. Oké, 0,45 groter is een beetje raar gezegd voor mij natuurlijk, want dat is netto kleiner. Hè? Maar goed, nu nog even naar die massa kijken. Hoeveel keer groter is dat dan? Ik ga jou deze formule laten zien.
Ik doe even zo. Massa is dichtheid keer volume. Toch? Tweede klas formule. Ja. Aan deze formule herken ik, als die twee kubussen van hetzelfde materiaal zijn gemaakt, dat ik dit mag zeggen. Massa is evenredig met het volume. Dus als ik twee situaties vergelijk en ik wil naar zo'n evenredigheidsnotatie, dan gooi je alle variabelen die constant zijn tussen deze twee situaties, die gooi je gewoon weg in zo'n evenredigheidsnotatie. Dus M is evenredig met V. En dat betekent dat M zich met K op precies dezelfde manier gedraagt als V doet. Als M en V onderling evenredig zijn. Dus ik mag hier nu zeggen, als V evenredig is met K tot de derde, dan is de massa dat ook. Maar dat mag dus alleen maar worden gezegd omdat dit geldt, hè, wat ik nu selecteer. Dus ik mag hier zeggen, de massa is 8 keer groter. Van deze eerste regel naar die tweede regel, dat hebben we bij die ruimtesonde eigenlijk ook gedaan. Want daar hebben we gezegd, de constante dingen G en M, die gooien we eigenlijk weg in de formule. En kijk eens dat we dat inderdaad hier doen. Het is gewoon 1 geworden. Oké, goed. Ja, dus deze twee dingen die moeten we uit ons hoofd weten. Dat volume en oppervlakte met die k met derde macht en tweede macht evenredig zijn. Ja, het is handig om dat van de massa ook te weten, maar dat kun je wel makkelijk afleiden hier. Nou, dan gaan we dat toepassen nu, die kennis. We weten nu dus, een 2 keer grotere vogel heeft een hoeveel keer grotere massa ook alweer? 8. 8 keer. En hoeveel keer grotere vleugeloppervlakte? Dat is 4. En we gaan die factoren hier gewoon invullen. Wat staat hier dan? Er staat hier, massa is 8, oppervlakte 4. Er staat hier 8 gedeeld door 4, is 2. En wortel 2 is 1,4. Ja. 1,4. En dat is dus groter. Dus een grotere vogel kan ook sneller vliegen. 2 keer grotere vogel is dus 40% sneller. Dat, zo kun je het ook zeggen. Hè? Een factor van 1,4 betekent dat het 40% is toegenomen. Zijn er vragen over deze examenoefening? Nee? Oké. Dan gaan we naar de laatste. De link tussen natuurkunde en biologie, die ik zelf zo interessant vond. Dat is Bergmans regel, die vind je, die zie je hier afgebeeld, Karel Bergman. En wat heeft hij nu ontdekt, deze bioloog? Hij heeft eigenlijk een verband gevonden en dat komt neer in woorden op dit hier. Vergelijkbare vogels en zoogdieren zijn in koude gebieden groter dan in warme gebieden. Denk je van, ja, dat zal wel. Dus grote dieren, die vind je vooral in koude gebieden. En kleinere dieren vind je vooral in warme gebieden. Ik zie dat bij de beren inderdaad wel terug. IJsbeer, grizzlybeer, dat is Alaska, dat is Noordpool. Grote beesten. Koud gebied. En daar in China panda. En hier hebben we nog een Aziatische beer, die kleine. En dat is warm gebied. Zijn inderdaad kleiner. Dus dat bevestigt wel die uitspraak van hem. Ik heb nog een voorbeeldje hier. De poolwolf, koud gebied, een stevig dier, zoals je ziet.
En de woestijnwolf. En die is qua lichaamsbouw veel, veel fijner, hè? Veel kleiner ook. Dus, dit zijn wel voorbeelden als bevestiging van die regel. Maar het is niet alleen maar observatie, je kunt er ook aan rekenen hoor. Bij mensen zie je het ook zelfs. Mensen in Afrika rond de Evenaar, dat zijn toch meestal hele lange mensen. En qua lichaamsbouw ook op deze manier. Je ziet een plaatje een Soedanees. Lang en heel atletisch gebouwd. Warm gebied. En dan is hier een Inuit. Koud gebied. En qua lichaamsbouw echt veel anders, zoals je ziet. Veel compacter. Dus blijkbaar is het biologisch gezien een voordeel om een compactere bouw te hebben, een steviger bouw, om je warmte vast te houden. En om je warmte makkelijk te verliezen, is het dus blijkbaar beter om deze lichaamsbouw te hebben. Nou, tenslotte, voordat we eraan gaan rekenen. Ik heb hier nog een plaatje gevonden van, hier staat de metabolisme snelheid, dus de stofwisseling, hoe snel dat gaat. De energieproductie als het ware. En hier staat de massa van verschillende zoogdieren uitgezet in een diagram. Ja, het is toch wel opvallend dat van muis kleine massa tot olifant grote massa, dat heel veel zoogdieren gewoon op een rechte lijn blijken te liggen. Dus daar is toch wel een biologisch verband aan te wijzen. Goed, dan gaan we in de laatste oefening eens toepassen. We gaan kijken zo meteen naar twee pinguïns. Een pinguïn die in koud gebied leeft en een warm gebied. Ze zijn warmbloedig, dus de temperatuur van het lichaam is constant. We hebben twee soorten warmtes waarover moeten we gaan nadenken. Dat is de warmteproductie. En dat vindt dus in de cellen plaats, hè, door verbranding. Maar een dier verliest ook warmte door uitstraling. Dat hebben we in hoofdstuk 9 geleerd. Sterren die stralen ook uit. En daar hebben we die de Stefan Boltzmann-wet voor nodig. En als de, dit is wel even goed om te beseffen, als de lichaamstemperatuur van een zoogdier constant is, dat betekent dus dat het warmteverlies en de warmteproductie even groot zijn, zodat er netto geen warmteverandering is in het lichaam. Er gaat niet meer uit of in. Het is evenveel. Dan is de temperatuur constant. Ik heb hier de keizerspinguïn, de grootste pinguïn, leeft op Antarctica, koud gebied. Ik heb hier de Galapagospinguïn, die leeft op de Evenaar en is een kleine pinguïn. Nou, wij gaan die lichaamsbouw vereenvoudigen, benaderen met een cilinder. Dit is de pinguïn qua lichaamsvorm, een cilinder. Om het nog verder te vereenvoudigen, zeggen wij warmteverlies over die cirkeloppervlaktes hierboven en onder gaan we negeren, omdat die oppervlakte toch veel kleiner is dan de oppervlakte van de mantel van deze cilinder. Dus rondom. Ja? Ik herhaal nog even hoofdstuk 9. Warmteuitstraling is deze. A sigma T tot de vierde. Dat hebben we in hoofdstuk 9 geleerd. Die hebben we nodig zometeen. Nou, aan de linkerkant geef ik je allemaal informatie over de keizerspinguïn. En aan de rechterkant gaan we nadenken wat we daar voor de Galapagospinguïn kunnen invullen met de verbanden die we nu inmiddels kennen. Ik vertel jou dat de straal van de keizerspinguïn 0,15 meter is. En ik vertel je ook dat de hoogte van de pinguïn 1,1 meter is. Als ik je vertel, de Galapagospinguïn is twee keer kleiner. Dan ga ik hier op de plek van K dus 2 invullen. En dan ga ik daar zo meteen verstandig mee om.
Wat is de oppervlakte rondom van die pinguïn? Van de grote pinguïn? Nou, dan kan ik die mantel eventjes zo uitslaan. En dan heb ik eigenlijk gewoon een rechthoek. Met de hoogte en de omtrek van de cirkel als zijdes. Oké? Okay? Omtrek cirkels 2 keer pi keer r. Dat is... En dan keer de hoogte. Ik krijg er dan uit 1,04 vierkante meter. Dat is de oppervlakte van de keizerspinguïn, waarover hij zijn warmte gaat verliezen. Wat is dan de oppervlakte van de Galapagospinguïn? Hoe ging de oppervlakte ook alweer met die k-factor? Dat is k kwadraat, hè? Is dus 4 keer. 4 keer kleiner. Kan iedereen dat volgen, jongens? Ik maak dus deze rekensom. Daar komt 0,26 uit. Dat is de oppervlakte van de kleine pinguïn. En als ik jou vertel dat de keizerspinguïn een massa van 30 kilogram heeft, wat is dan de massa van de kleine pinguïn? Hoe ging massa ook alweer met die k-factor? Dat is k tot de derde. En dat betekent 8. 8 keer kleiner. En ik maak dus deze rekensom. 30 gedeeld door 8. Daar komt 3,8 kilogram uit. Oh. Klopt dat allemaal, jongens? Zou ik jullie graag mee te denken? Maak ik misschien onbewust of bewust een foutje ergens? Dan moet je me corrigeren. Oké, nou, ik hoor niks. Dan gaan we door. Lichaamstemperatuur 37 graden Celsius voor beide dieren. Constant. Oké. We gaan eens kijken naar P-verlies. Hoeveel verliest die pinguïn eigenlijk aan warmte? Mag je die T verwaarlozen, omdat die constant is? Nu nog niet. Bij deze vraag niet, Joël. Als ik je echt vraag naar hoe groot is het verlies van de grote pinguïn, dan zal ik dat moeten gaan uitrekenen met de formule A, 1,04, keer de Stefan Boltzmann waarde. Oh, ik heb geen binas bij me. Die ligt beneden, helaas. Goed, nou dat is dus die sigma. We gaan straks naar de antwoorden kijken. En T tot de vierde, dat moet ik echt gaan invullen. In Kelvin. Zo, jongens, dit wordt dan de rekensom. Nee, ik heb geen Stefan Boltzmann constant en dat is jammer. Komt straks in beeld, dit antwoord. Nou, ik ga even speak hoor, ik heb het wel nodig. 543. Oké. Ja, de berekening staat hier, jongens. En er komt uit 543. Oh. Wat is dan het verloren vermogen? Hoeveel energie per seconde verliest de kleine pinguïn? En nu komt de vraag van Joël naar voren. Kijk goed hoe vermogen afhangt van A, sigma en t. Als we de twee pinguïns vergelijken, dan is die constante van Boltzmann natuurlijk gewoon hetzelfde. En we hebben gezegd dat de temperatuur ook hetzelfde is. En als we twee situaties vergelijken, zoals ik eerder heb gezegd, mag je dingen die hetzelfde blijven weggooien in een evenredigheidsnotatie. Maar A is niet hetzelfde. Dus wat kan ik hier nu uit opmaken? Dit P-verlies is evenredig met oppervlakte. Snap je dat, Joël? Dit is je antwoord op je vraag. Ja, wel. En als A evenredig is met K-kwadraat en P is ook evenredig met die A, dan gaat P zich op precies dezelfde manier gedragen bij die verandering van K is 2. Dat is dus ook een kwadraat. En kleiner ook, hè?
Dat betekent dus, als ik het oude vermogen heb, 543, dan moet ik dat dus 2 kwadraat keer kleiner maken. Want k is 2. Ik weet van a dat dat zich verhoudt als met k kwadraat. Dan p ook met k kwadraat. Daar komt uit 136. Ja. 136 watt. Dus 136 joule per seconde verliest de kleine pinguïn. 543 joule per seconde verliest de grote pinguïn. Ja, dit is niet wat Bergman zegt, hè? Want eigenlijk moeten we hier zeggen, de grote pinguïn in koud gebied verliest per seconde veel meer warmte. Klopt toch niet met zijn regel? Maar we gaan het pas zien als we de laatste regel gaan maken, jongens, hier gaan invullen. Hoeveel warmte verliest 1 kilogram van het lichaam nu eigenlijk? En dan ga ik dit doen. 543 gedeeld door 30 kilogram. Hoeveel is dat? Hij komt uit 18. Dus elke kilogram lichaamsmassa verliest 18 joule per seconde. Als ik dat hier ga doen, 136 gedeeld door 3,8. Wat komt daar dan uit? 36. Kijk, en hier zien wij het bewijs, het wiskundige bewijs, wat Bergman in woorden dus heeft geformuleerd, dat het inderdaad voordeliger is om een groot stevig lichaam te hebben in koude gebieden. Want elke kilogram lichaamsmassa verliest hier bij de pinguïn slechts 18 joule per seconde. Maar je kunt het ook andersom zeggen. Het is voordelig om in warm gebied klein een kleinere lichaamsbouw te hebben. Want je verliest veel warmte per seconde. Dat is juist goed in warm gebied. Oké, nou hier staan dan alle getalletjes. Kun je later nog een keer terugkijken. Goed, ik ga nu de les met jullie afsluiten. Er zijn nog een paar pagina's. Maar ik denk dat je eventjes aan de slag moet gaan met wat sommetjes. Ik zal van die laatste paar slides, dat zijn er, even kijken, 3. Ga ik nog een uitlegfilmpje maken. Maar daarvoor moet je eerst even een basis hebben opgebouwd. En wat je nu in dit afgelopen uur hebt gehoord, dat ik besef wel, dat het kost wel even wat tijd om allemaal een plekje te geven in je hoofd. Dus houd de komende dagen dat uitlegfilmpje maar in de gaten. En dan kun je de rest van de presentatie volgen. Dat was hem dan, jongens. Meneer, ik heb nog een vraagje. Ja. Wij moeten volgens mij ook nog een...